Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zondag 3 maart van Weerplaza. We hebben voorlopig te maken met wisselvallige omstandigheden. Vandaag voert een stevige zuidwestelijke wind veel bewolking over ons land aan. Daarin ligt een storing verscholen met van tijd tot tijd regen. De storing blijft plakken. Morgen trekt een lage drukgebied over de Noordzee en gaat het nog eens flink waaien. Vandaag waait het al behoorlijk hard, windkracht 6 tot 7 langs de kust, boven land windkracht 5. Het is bewolkt en het regent of motregent van tijd tot tijd. De temperatuur ligt wel aan de hoge kant, vanmiddag wordt het 11 of 12 graden. Door de wind voelt het allemaal frisser aan. Later vanmiddag en vanavond wordt het van het zuiden uit tijdelijk droger, maar af en toe valt er nog wat lichte regen of motregen. Vannacht en morgen hebben we te maken met geregeld buien die van west naar oost over ons land trekken. Daarbij kan er plaatselijk veel regen vallen. Nu en dan is morgen overdag de zon te zien. Het waait flink morgen overdag. De windvlagen van 75 tot 95 km per uur zijn hinderlijk in het verkeer. En daarbij wordt het 8 tot 10 graden. Dinsdag waait er nog een stevig wind vanuit het westen. Windkracht 6 tot 7 langs de kust. Het is wisselend bewolkt met een paar buien. Woensdag wordt een regendag bij 10 tot 12 graden. En ook op donderdag vallen er nog een paar buien. Dus voorlopig is het erg onbestendig. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.